Leuk dat je gaat kijken naar een nieuwe aflevering van Kleine Praatjes. Je kan je trouwens abonneren op dit kanaal. Dat wil zeggen dat je op de hoogte blijft van de nieuwe video's die ik ga plaatsen. Dat kan door op de rode knop te klikken. Staat hieronder. Nee, want het zijn gewoon je ouders. Dat is ook het bed. Van jou? Het lijkt wel heel erg op elkaar. Van de engste met die donker, met die vogel. Ja. Als je nou kijkt naar het laatste verjaardagsfeestje die je hebt gevierd, wat heb je dan gedaan? Oh. Nou, Justin gaat er even over nadenken. Dan kom ik bij jou. Toen ik achter werd, dan kwam er een regenboogslang en een chameleon, paar gaan en een andere hagedis. En die mochten we vasthouden, ons de beurt. Ja. Yeah. En die slang gingen we met z'n allen op de foto en die chameleon had ik op mijn hoofd. Echt waar? En vond je dat niet spannend? Nee? Maar hij knept echt heel hard. Die chameleon? Ja, hij wil niet vallen, daarom knept hij ook heel erg hard. Ja, dat is waar. Hij wil zich heel erg goed vast kunnen houden, zodat hij natuurlijk niet valt natuurlijk. Uh-huh. Maar je houdt wel een beetje van gevaarlijke dieren dan? Ja. Ja? Ja. Nou, niet zo gevaarlijk als je denkt. Oh, die zijn helemaal niet zo gevaarlijk. Nee, zoals sneeuw. Ik denk dat die heel gevaarlijk is, hè? Ja, maar is het niet. Dat is het niet zo. Nee? Alleen als je weg bent, denk ze dat je eten bent. Oh. Of ze ruiken dat je andere dieren hebt aangeraakt, dan denk ze dat je ook eten bent. Alles wat je moet doen is stil zijn en achteruit lopen zachtjes. Oké. Okay, dus... En dan kom je er vanaf. Of ze komen naar je toe rennen, dan moet je jezelf groter maken dan je bent en dan ga je er terug schreeuwen. Ah. Hetzelfde als bij wolven. Een wolf. Die zijn niet zo gevaarlijk als je denkt. Nee. Is dat zo, denk jij? Of vind je het dan wel een beetje spannend? Ja, maar ik heb wel 2 jaar deze thuis en de groene. Nee, die kun je niet vasthouden. Nee? Nee, dat moet je niet doen. En je hebt 2 hagen deze thuis? Ja. Dat is leuk. Eentje loopt gewoon soms rond. En die kan gewoon vasthouden. En eentje... Nee. Nee? Oké, dit moet je lekker met rust laten. Ja. Oké. Lekker gewoon een cirkeltje. Oké. Hebben ze ook een naam? Om die groene heet Tank. En die met die tekels. En die harde huid heet Lloyd. Kijk je dan ook Freek Vonk? Ja. Ja, ik kreeg het vroeger altijd toen hij me tips gegeven over de leeuwen die er vanaf kunnen komen. Dat heb ik net allemaal toch verteld? Ja, nee, dat zeker. Ja, dus jij hebt daar al die tips vandaan. Gewoon precies hetzelfde over de wolf. Ja? Dus het is gewoon waar. Dus gewoon, ja, eigenlijk is er gewoon niks aan toe te voegen. Het is gewoon waar. Ja. Het klopt gewoon. Ja. Oké. Okay. Met alle dieren is het hetzelfde. Maar met de buffel, als je die ziet, moet je rennen. Geen andere keuze. Nee. En als je een haai tegenkomt, moet je ook rennen. Of zwemmen dan. Nee, dan moet je alleen naar de ogen en de kiel kijken. En als die komt aanvallen, dan moet je bij de neus wriebelen of bij de kiel pakken. Zodat die weggaat. Dus daar heb je allemaal van Freek Vonk. En, ja, want als je bij die kiel vasthoudt, haalt hij geen adem. Denkt die, en dan zwemt hij weg om ergens adem te halen. Ah, wat slim. En dan heb jij de kans om even te ontsnappen. Wat slim, zeg. Dus als jij morgen met de haaien gaat zwemmen, dan vind je dat helemaal niet eng. Nee. En jij? Zou je dat dan een beetje spannend vinden? Nou, ik moet zeggen, ik zou dat ook niet zo graag willen hoor. Ik vind het toch wel een beetje spannend hoor. Ja. Ik durf het eigenlijk, denk ik niet. Nee, ik zou het ook niet durven. Ik vind het wel spannend. Als je denkt hoor. Nee. En heb je naast de dieren en het opnoemt nog een ander dier wat je nou vindt leuk? Ja, ik heb mijn lievelingsdier. En welke? De blauwe kreeft. Ja? Kijk, je kent toch die grote kreeften? Ja? Maar dan in het klein en die is echt heel fel blauw. Oké. Okay. Dat is mijn lievelingsdier. Rodenduik is de allergrootste hagedis van de wereld. Wil je het? Ja, wel bij Freek Vonk in het wild. Echt waar? Hij is zo lang ongeveer, zo groot en zijn bek ongeveer zo wijd open. Maar niet gevaarlijk. Hij was zo hoog. Ja, als ze volwassenen zijn. Hij kan bijna een mens opeten hoor. Ja. Dan moet je eerst een stukje zakken. Mm. Wat is dat? Dit is een watersalamander. Een watersalamander? Mm-hmm. En waar houdt hij dan precies in? Die zwemt altijd in het water. Ja, daar haalt hij ook zijn eten uit.
Oké. En wordt hij daar dan blauw van? Ja. Dat blauw? Ja. Als hij geboren is, is hij grijs. Oké. En je kan hem op je hoofd doen, op je schouders. Ga overal bij je dragen. Ja, kijk. Hier. Uh-oh. Wel een raar het is, jongen. Ik kan hem ook een shirt doen. Oh, nee, daar verstoppertje spelen. Ja, dan blijft hij lekker cool, want dan wordt hij niet grijs. En Freek Vonk heeft hem een keer op het strand gevonden. Nee, toch? Jawel. Ja? Hij heeft er zelfs naast zitten liggen. Heeft hij ernaast gelegen? Echt niet gelegen, maar hij zat ernaast met een stok. Ja, echt zo heel dichtbij. Het was een beetje een uitlok eigenlijk. Okay. Hij zat een beetje aan zijn zijkant dat beest hem niet kan pakken. Nee? Dat kan wel, ze zijn heel snel. Maar hij zag hem niet. Vaak met zijn Freddy's. Maar dat beest zag hem niet. Dus gelukkig is er niks misgegaan. Nee. Is gewoon goed gegaan. Ja. Nee. Maar kijk, die hagedissen, ik ken die net zo jumpscare, net zoals in de Vaak met zijn Freddy games, dan zie je niks. Bijvoorbeeld net zo, ik ben een hert, daar loop ik. Wil ik naar die plantjes toe. Maar dan ga ik eerst onder bosjes heen. En als ik dan bij de bosjes ben. Dan pak je hem. Weg met hertje. Ja, dat is snel weg natuurlijk. Dat wordt zo gepakt. Ja, weg. Hap. Hap, al beter, hè? Ja. Weet nog een stukje scheuren. Ja, maar zo'n groot stuk krijg je niet. En die horens weggooien. Ja. Die laat hij liggen. Ja, we hebben lekker al veel dingen gehad. Ik vond het leuk. Veel te weten gekomen over allerlei gevaarlijke dieren dan. Nou, ze zijn niet echt gevaarlijk dan voor mezelf. Maar ik vind het wel spannende dieren. Eva vond het heel erg leuk. Komt dat je het ook leuk hebben gehad. Mm-hmm. Ja? Heb je er nog iets wat je nog wil zeggen op het laatste moment? Of dat je zegt, dan geef ik je allebei even high five. Ik vond het hartstikke leuk. Heel goed. Meen je dat? Wauw, dus er komt een nieuwe serie aan. Wat goed nieuws. Ja. Dat ga ik wel even vertellen aan de kijkers trouwens. Dus ik bel je straks even. Ja, dat weet ik. Maar ik bel je straks wel even terug. Want dan komt een nieuwe serie aan. Hoe gaaf is dat? Ja, je kan je trouwens abonneren op dit kanaal. Dat kan door hieronder op de rode knop te klikken. Is ook helemaal gratis ook. En dan blijf je dus op de hoogte van de nieuwe video's en afleveringen. Maar dan komt dus een nieuwe serie aan. Nou, daar ben ik echt super blij mee. Vind ik hartstikke leuk. Ik ga trouwens even snel terugbellen, want ik wil graag meer weten over die serie. Ja. Ja, je vertelde net over die serie. Super tof. Maar wanneer komt die?